bekers, de handen warm en ik noemde ze kilometer vreten. Hoe gaat het, Stef? Nou, welkom bij dag 5, deel 2. Zoals jullie zien zitten we nu ook in de tweede versnelling in plaats van de eerste. En het gaat lekker. Het schiet niet erg op, dus we hebben ook niet kunnen lunchen vanmiddag. Daar hebben we geen tijd voor gehad, we zijn niet kunnen stoppen. Dus we klimmen lekker langzaamaan omhoog. En dan gaan we dadelijk met een bloedgang naar beneden. Ja. Doe een kraantje.
Ik heb hier geen bereik hoor, ik weet niet wie jij bent. We hebben zand bereik. Ik heb ook geen bereik, want ze hebben hier geen dekenmarkt. Ik heb 4G, maar ik heb geen bereik. Dan zit er geen dekenmarkt. Is dat die van koper? Zijn jullie van koper? Oh, we moeten kijken omdat jullie erop staan. We komen eraan hoor, op de berg. Zo, Ruben vond die tietjes ook wel lekker hoor. Sorry? Nou, Ruben vond die tietjes ook wel mooi denk ik. Voor Stef, hoe gaat het? Zo'n grote kei. Gaat onwijs. Het motortje wordt alleen een beetje tikkeltje warm. Het is kantje boord. Maar we hebben er vertrouwen in dat we het gaan halen. We komen boven. We komen boven, hoe dan ook. We komen boven. Kijk eens, daar de oude ding heeft het ook gered. Hier, deze. Dit is een T1 nou. Ja. Dit is gewoon... Gewoon gas geven. Kijk eens hoe mooi, jongens. Nou, ben hem uit, hè. Temperatuur? Oh, ken het. Gaat ken het.